Hallo allemaal, welkom bij TC & Toys. We gaan weer verder met Brilliant Diamond. We gaan weer verder met het avontuur van Diamond en Pearl. Op de Nintendo Switch. Kijk, hier nu ook zie je Chimchar, Turtwig en Piplup. Wij hebben net de Orbital Gym gehad. Wij hebben de badge gekregen van Orbital Gym. En dan gaan we nu naar boven. Kijk, even kijken. Twin kaart zat hieronder. Flip to the back. Nou, dan gaan wij nu lekker. Kunnen wij nu naar boven, denk ik? Route. Orberg City, City of Energy. Route 7. En hier kunnen we natuurlijk nieuwe Pokémon's gaan vangen. Heb ik in Orberg City nog wat te doen, denk je? Oh ja. Misschien kunnen we nog wat doen. Nee. Ik zit wel regelmatig te kijken wat ik kan doen. Hebben we hier een trainer? Kunnen we even kijken. We hebben natuurlijk Slippery, de bike moet ik halen. In de nieuwe gym. In de nieuwe gym battle. Moeten we tegen een grassoort. Dus we gaan daar die trainen. En die moeten we echt goed gaan trainen. Oh, hier kan ik niet omhoog. Want ik moet een fiets halen. Zie ik. Hier kunnen we wel een Machop vangen. Hier moet ik een fiets halen. Waar kan ik een fiets ook weer halen? Eterna City in Cycling Shop. Waar moet ik nou heen? Townmap. Moet ik naar nou west? Calavendus City. Head out the next adventure. Oh, we moeten even terug naar het begin, denk ik. Oh, we kunnen nou hier de Rock Smash gaan gebruiken, namelijk. En we moeten eerst tegen hem battelen, denk ik. Return to City. Next place with gym that give away bikes. Daar gaan we heen. Je bent de route. Maar we hebben een bike nodig. Zo, we komen bij de Julia City en dan. Ze dus moeten eerst terug naar Return to City. Verder. Kijk, nou kunnen we. Nu komt de Bidoof aan. En die helpt uit. Boom! Zie je? En hier zit waarschijnlijk nog wat. We gaan even kijken, of misschien kunnen we hier nog wat. Oké, ja, dat. Ga nou op Stali voorop zitten. Shit, dat is niet zo heel handig. Echt niet handig. We gaan even weglopen, want dat heeft geen nut. Hier beneden kan je best gewoon nog niet. Komen, want er zijn best wel de. Kan wel hoor. Ik kan daar een Psyduck vangen in principe. Zullen we dat proberen om een Psyduck te vangen? Dan heb ik een water. Ah, weet je wat? Dat doen we later wel. Een Fishy Rod kan ik Magic op. Oh, daar kan ik best heen gaan als ik. Wat kan ik hier nog vangen eigenlijk? Een Starly. We gaan naar route 2.3.
Dan zijn we weg. Weer terug in Dream Life City. Even kijken, kan ik hier nog iets halen? Townmap openen, waar moet ik heen? Dit is 218. Ik moet even naar route 218. Want... Hier kan ik volgens mij een... Hier, kan ik hem melden? Kijk, en dan kan ik een... Oldred kopen. Ik weet alleen niet of ik de goede kant op ga. Kan ik vissen? Nee, ik heb geen fishing tips nodig. Oh. Even kijken. We moeten naar... Die Dream Life City. En daarna moeten we naar boven. Denk ik. Floroma Town. Een tunnel zit, kijk hier aan. Maar ik denk dat we eerst naar boven moeten hier. Zo. Ah, kijk. Hier gaan we eerst naartoe. Want die wil ik eerst hebben. Een op het rot. Ja, is goed. En battle. Een dubbel battle. Oeh, huppel. Laten we gewoon een wingaket op een wulpel doen. Oh. Dat kan ook, hè? De kant. Maar dat maakt niet uit. Hij sloopt het voor me. Study level up. Double team. Nee, dat hoef ik niet te leren. Het is echt waardeloos. Abra level up. Galactic. Team Galactic. Dan kunnen we nou naar het noorden. Oh, dat is iemand van de... Hartum City East. Een cotton pal capsule. Oh ja. Dat is voor als je een contest wil gaan doen. Stop je hem in een bal capsule met zo'n dingetje erop. We gaan eens hier naartoe. Route weer. Let's go. Starly, kom op. Jij kan het. Ik heb een Starly nodig in de volgende badge. In de volgende gym. Heel erg. Ik moet in een gras-Pokémon. Daar heb ik niks aan Piplup. Namelijk een Starly trainen.
Hier kan ik... Kijk. Hier kan ik nog een wilde Pokémon vinden. Dus ja. Kijk, een Bedu kan heel sterk worden, hè? Dat echt. Bedu kan heel sterk. Die gaan we halen. Die gaan we vangen. Maar ik weet niet of dat gaat in één keer lukken. Ja. Ach. Dan moet ik gelijk een Pokéball gooien. Ik wil wel een Bedu hebben, trouwens. Is echt lekker om kan ik wel hard nodig hebben. Oh, potion. Oké. Potion ability. Moet ik even weer healen? Anders gaat mijn Pokémon straks down. Maar ik wil wel een Bedu vangen, denk ik. Oh, een 18-tje zo. Een Bedu, een grassoort, is wel al heel erg handig. Een Bedu kan best wel sterk als het in een Roserade wordt. Roselia in een Roserade, dat is best wel handig. We gaan zo weer naar binnen. Jinx. Ik ga even wachten tot ik een Bedu heb, weet je wel. Tegenkomt. Ik wil een Bedu. Run. Waarom lekker bij. Ik wil een Bedu hebben. Ik ga zo weer naar binnen toe. Dus ik wil hier een Bedu hebben. Als ik een Bedu heb, dan ga ik weer verder. Bidoof. Oh ja, die moet ik ook nog hebben. Dus laten we die maar ook maar even wat vangen. Tenzij het niet lukt. En een tekkeltje. Ik weet niet of hij dood gaat. Ja, gaat dood. Ik wil een Bedu. Kom op, Bedu. Een Bedu. Waar heb ik Bedu? Niet Bidoof, maar een Bedu. Oh ja, als je deze Pokémon ook nog hebben, weet je wat ik doe? Ik gooi wel een Pokébolletje. Ik wil een Bedu, niet een Bidoof. Oh, het gaat eruit. Ik ga nu wel een tackletje doen zonder dat het kapot gaat. Oké.
Laat hem dan maar zitten. Shinx gaat een level omhoog. Mooi. Ben even weer bezig. Zo, dan gaan we verder. Ik wil een bedoel hebben. Kom op, gaan met de bedoel. Daar is een bedoel. En nu een bedoel. Een bedoel. Ik wil gaan bedoel hebben. Oh, het is alleen maar XP. Ja, maar het wil nog niet echt lukken zo. Ik heb balkapsoede. Zie je? Dan kan je je bal... Kom op, ik wil hem bedoel. Die wil ik sowieso hebben, dus. Welkomen. Hé, hey, kijk, een bedoel. Een bedoel! Is er een verschil tussen een mannetje of een vrouwtje als ik een bedoel neem? Ja, misschien moet ik wel een mannetje hebben of een vrouwtje, weet ik wel wat ik kan. Of gaan ze alle... Oh, ze gaan alles. Oké, wat ik doe is even kijken of ik Judith kan eruit halen. Ik wil natuurlijk niet slopen. Ik wil... En bedoel! We zijn 20 minuten bezig, gewoon benoemd. Kan ik tackle? Ik hoop dat het niet sloopt. Hi, yes. Dat is tenminste goed. Ook wel use. En ik heb een bedoel. Een gast zo komen. Nee, die wil ik niet leren. Harde is een, echt een kut move. En bedoel, dat is een winter potion type en een... Ik hoop dat hij ability heeft van... Even checken hoor. Nou, aan bidden. De god in. Wave it, patch. Het is alleen welke kant moet ik op. Ik wil even kijken wat hier lag, maar ook een zoeweb moet ik ook nog hebben natuurlijk. Ik moet even een tackle. Oh ja, die sloop ik meteen. Nou, dat is goed. Hier ligt niks, hè? Wat ik speciaal moet... Hier kan ik wel naar buiten. Nou hebben we hier... Zit ik dan boven? Ja, dit is degene die ik nodig moet hebben. De andere kant op, dat is pas later, denk ik. Oh, daar kan ik ook nog heen, maar er zit nog niks dat ik kan... Hm.
Kijk, een bedoel. Go, Starry. Up, level 15. Peck. Kijk, dat is een die gaat voor kwaal. Een flying type. Altijd handig. Kan ik ook dus gebruiken in de volgende gym. Oh, bedoel, heeft de special defenses enorm hoog. Cherubin. Nee, we gaan met Starly. Gaan we door. Dat is belangrijk. Die moeten we juist gaan trainen. Een awakening. Wing attack. Starly level 14. Nou, dan gaat de speed wel heel erg omhoog. Hè? Die level voor. Yay! Eerste evolutie. Stalavia. Daar hebben we een dubbel battle. Even kijken. Ja, we laten gewoon de twee bovenste op. Twee bovenste gewoon. Mijn sterkste Pokémon laten we gewoon voor. Ja, is wel handig. Heel erg handig die alle twee goed tegen lekkers kunnen. Oh, intimidate. Dat is lekker, want dan gaat de attack altijd naar beneden. Maar dan gewoon win attack en een water gun op je bakkes. Ah ja, sneller. Ik weet niet of dat gaat lukken. Volgens mij kunnen ze nog wel een elektrische aanval, maar dat weet ik niet zeker. Laten we maar eerst maar eentje gaan slopen. Die. Ja, dat doet niet zo heel veel damage. Oh ja, dan is het. Lekker dan. Quick attack maar. En jij een watergun. Ah, bijna. Eén quick attackje en nog één watergun. En dan is het klaar.
Ah, wat level 13. Nieuw level 9. Sneller dan mijn Piplup, hé. En mijn Piplup is niet zo heel snel. Maar wel dood. Ik weet niet of ik nog een Judith hou, want er zijn natuurlijk ook nog rond. Ik moet even kijken of ik iets een fighting type type meer heb. Maar ik ga nog even kijken welke ik neem. Hier zit een Pokeball Blitzeater. Dat is een hele goede trouwens. En weer een bedoel. Dit is nog slim trainen, denk ik. Floromatown. Gaan we eerst even hier. Ja, in Floromatown kunnen we natuurlijk nog wat dingetjes halen. Floromatown. Gaan we eerst even hier. Altijd handig. En gif Pokémons. En die gif-pokémons. Ik weet niet waar ongeveer. Ik weet niet welke huisje of waar kan ik het halen. Even kijken aan wat praten. Honing. Honing, die wil honing. Kijk, nou krijg ik muur. Yay! Zet mij in de box, want ik heb hem nu even niet nodig. En dan krijg ik van hem. Oh, je wist een star before. Ja, dan krijg je een Jirachi. Moet je wel alle twee spelen. Sword and Shield en Let's Go Pikachu of Eevee. Wat ook. En dit zijn allemaal bloemenvelden. Daar kan ik nog niet heen. Deze kan je natuurlijk ook. Oranberries pakken is altijd handig. Cherry berries. Volgens mij kan je ook nog een. Nee, hoeft niet. Dan gaan we weer verder. Verder kunnen we hier niet zoveel voor krijgen. Nee, dan gaan we verder naar route 2.5. Kunnen we hier nog een goede Pokémon kunnen. En dan allemaal berries natuurlijk. Berries. Ja. Oh, Valley Wind. Oh, daar moet ik eerst heen. Waar is dat? Even op de townmap kijken. Ja, ik moet hierheen. Valley Wind hoort. Volgens mij is het eentje terug en dan naar links. Hè?
ga ik niet wezen. Dan moet ik toch hier wezen en dan hier naar Valley. Dan moet ik dan helemaal naar rechts, denk ik. Oh. Oh ja, ik moet hierheen. Oh, dat gaat wel lukken. Battle. Oh ja. Lemmyam. Ja, je lukt het wel, Staravia. Dit is echt. Wintek. Simpel, makkelijk. Level op. Dan moet ik waarschijnlijk daar naartoe. Waarschijnlijk hier naartoe. Ja, en dan moet ik hier naartoe. Dat dacht ik ook wel. Floroma Medal. En dan weer een battle. Lep gaat een level omhoog. We duwen ook een level omhoog. Volgens mij gaat Piplup even weer. En we hebben een Primplup. Metalclaw, kijk. Charm is niks. Dus is een Steel type move. Altijd handig. So bad.
Hier kan je ook een muntstuk halen. Dan moet je op deze boom... Zit hier een boom? Hier? Moet je wat honing smeren? Zo. En dan kan je een muntstuk waarschijnlijk... komt er een muntstuk op zitten. Misschien, hè? Ik zit te kijken. Of zou ik een Abra nemen? Of zou ik... Ja, Abra is oké, maar ik denk het leuk is om een... Even kijken hoor. Zullen we Jirachi gewoon nemen? Hij is wel level 5. Maar het is wel een steel type in plaats van een... En hebben we ook aan zijn eigen pc. Zie je? Nou, daar zit er nog niks in. Ze moeten gewoon een Jirachi nemen. Het is een psychic en een steel type. Dus heel veel is een not type. Moet je alleen een fire en een... wat staat die? Een ghost type. Dat is beter dan Abra. Hebben we hier nog een Pokémon die we kunnen hebben? Misschien. Weet ik niet. Wat is dit? Een bedoel, die moet nog hebben. Ah ja. Kom maar even een tikkeltje. Dan een pokeballetje gooien. En dan hebben we die ook weer in onze Pokédex. We proberen zoveel mogelijk alle Pokémon te vangen. Ja, die laten we lekker in onze Pokédex. Send in de box. Dan kunnen we hier naar binnen. Nog wat Pokémon trainers verslaan. Maar dan natuurlijk is ook nog een Cascoon. XP kan ik goed gebruiken, dus dan. Wing attack op je bakkes en glass case. Oh, niet fake out. Kan ik flinchen? Ja, zie je? Kan ik flinchen met fake out.
Gucci. Het is wel leuk gemaakt met hoe dit tot leven komt op de Nintendo Switch, weet je wel? In mijn DS was het echt zo'n klein poppetje, die je echt niet. En dan zie je dit op. Dit is wel mooi gemaakt namelijk. Bring it back. Correctly. Een dikke kat, noemen we dat ook wel. En niet fake out. Het doet pijn als ik nog fake out doet. Scratch. Nee! Ja. Oké. Okay. Blip, maak je uit maar even. Wat een gun. Wat is eigenlijk sterker? Met de klauw? Met de klauw sterker. Maar dat kan ook missen. Oh, dat is eigenlijk nooit verwekken. Dan doen we er gewoon een water gun. Ik moet wel een poison geven, want anders gaat het niet goed. Watergun. Hij is gewoon sneller dan ik ben. Dat is zo balen. Gelukkig sla ik met dit aanval. Oh, lekker veel HP. Ik is jammer dat ik weer niks krijg. Jinx. Hey, dat is tenminste. En nou zijn ze weg. Kan ik nog iets doen? Verder kan ik niks doen. Gaan we eerst even healen. Want mijn Staravia is dead. En dan kunnen we het aan naar boven. Het is wel lekker tinkie. Alleen ik weet niet of ik het Judith
hou, zou ik maar zeggen. Ik wilde eerder een fighting type met iets anders. Kijk, ik kan dan met Chop en met Champ. Champ kan ik sowieso niet krijgen. Dus ja. Om wat voor Pokémon kan ik hier halen? Een Buizel, een Shellos en een Pachowicho. Een vuurtype. Die moet ik ook nog hebben. Dat is ook wel handig. Een fighting en een vuurtype. Ja, dat weet ik net zo niet, want de voertype heeft ook veel weakness. En dat is goed tegen gas. Maar dan zou ik hem voor deze flying type moeten excelleren. Jij wil een grondaanval, ja. Ik weet nog niet wat ik doe. Ik heb de verkeerde voorstand, denk ik. Het is een Cheezoach, ja. Ik moet even switchen naar... Duw heeft nog geen... gras genoeg, hè? Ja, als ik één keer een rockmove om mijn bakken krijg, ben ik ook benieuwd. Ik denk dat Duw heeft nog geen gras genoeg. Ja, absurd. Maar ik ga gewoon naar Primplup. Sterkste Pokémon. Oh, er komt straks heel veel rocktypen natuurlijk tegen. Met de klauw is ook super effectief. Even kijken. Dan wil ik eigenlijk weer terug switchen. Want ik heb deze nodig. Level 17. Ja, ik kijk even wat Bedoel kan doen met Absorb. Ik merk dat Bedoel kan ook heel sterk worden hoor. En dat is een hele goede poison type ook. Dus deze wil ik wel Absorb. Boom. Krijg je ook wat HP. Oh, dat was niet zo handig, want op Absorb heeft niet zo heel veel. Kijk, dat is nou maar niet zo heel veel. Hoeveel, als ik maar ook maar 7 terugkrijg, dan is het prima. Ik moet dan 5 keer gebruiken of zo. Nee, ik krijg er maar 4 terug. Lukt wel, hè? Weet je wat, ik ga hem even stikken. Bup, ga jij er maar uit.
Eerst deze Pokémon trainen. Wie hebben we met duwtje? Alleen die. Heeft hem? Ja, dat dacht ik al wel. Dat is niet zo'n hele. Weet je wat? Ik bedoel, je wacht er nog een keer. Oeh, bijna kapot. Dan zijn we ook waarschijnlijk weer vol, hè? Ja. Als Bewiel even weer in Roselia, dan leert hij tenminste wat aanvallen. Namelijk. Special defense is enorm. George gaat ook nog even omhoog. Dan moet ik via die kant. Oké. Nu gaan we even naar voren. Maar dit is weer iemand met heel veel judo's. Ik kan benieuwd lekker trainen. Lekker man. En dan is hij weer vol. Bijna vol dan. Impot level 18, Judith level 16. Wachto. Wachto is natuurlijk een. Maar wel 90. Tak, het is wel wat veel beter dan Rollout. En Rollout heb ik liever niet. Ja, bekomt een power for every time. Dat doen we even voor Defense Krul. Natuurlijk verlies je. Ja, dan ben ik bang dat ik deze. Een vrouwtje. Die hebben een fighting type, dat kan je zo zien. Dus we gaan weer terug naar Staravia. Ripple. Oh, dit is een fighting persoon.
Ja, maar Chop is natuurlijk een enkel fighting soort. Wing attack is super effectief. Nu ben ik different. Nu ben ik een hogere. Dat is deze. Level 18. Ja, dit betekent dat die attack down the target HP tot equal the user. Dus heb je heel weinig HP, doe deze aanval. Dus heb je de helft HP, doe deze aanval. En dan gelijk de halve downen. Is best, in het begin is hij wel oké. Maar ik zou hem niet. Ja, als je vol bent, is het niet nodig. En dan hebben we hier een huisje. Ik weet niet wat in dit huisje zit. Tuurlijk, Eternal Forest moet ik in. Hier kunnen we resten. Altijd handig. Om niet helemaal terug te lopen. Dan kunnen we hier nog naar beneden. Want hier zit ook nog een Pokéball en een trainer volgens mij. Super Potion. Kijk, nog een trainer. Even deze Orambeez pakken. Orambeez is altijd handig voor Petcher Berry. Petcher Berries tegen potions. Als je een potion bent, heb je geen potion. Geen ding. Nog even gaan vechten. Jinx. Ook. Oh, dit is not very effective, maar wel een hele sterke aanval, hè? Ja. Zullen we even gewoon Geodude uit de pak pakken? Als ik één keer een elektrische move op mijn zet krijg, dan ben ik er ook te gebied geweest. Hier heeft geen effect. Dan gaan wij Wacto doen. Ja, het heeft bijna geen effect. Boom. Hondje. Ja, de kans is wel dat hij mist met de Rocktro, dus. Zo. Is ook weer klaar. Oeh.
How did I lose? Ja, precies. Pokeball. En dan moeten we hier weer omhoog. En dan kunnen we hier weer omhoog. Met de 5. En dan gaan we de forest in. Maar ik denk dat ik dat in de volgende video doe. De forest en de gym badge. In de volgende video. Dus wil je niks missen? Abonneer je op mijn kanaal. En hopelijk zie je de volgende keer weer met een nieuwe video. Tot dan. Bye bye. Doei.